Welke thema's vind jij belangrijk in jouw kerk? Ja, thema's, wat nu in mijn hoofd naar boven komt, is een stukje discipelschap. Wat ik echt heel erg belangrijk vind, is dat mensen leren om volwassen te worden in hun geloof. En dat ze ook daarin gaan volharden. Ja, ik vind geestelijke groei heel belangrijk in de kerk. Discipelschap vind ik belangrijk. Omzien naar elkaar belangrijk. Ja, liefde belangrijk. Dat vind ik wel belangrijke thema's. Thema's waar je echt praktisch in je leven iets mee kan. Dus bijvoorbeeld waar wij het net ook over hadden, hoe bepaal je waar je geld aan uitgeeft. Ook zeker nu in de nieuwe fase waarin ik net geld ben gaan verdienen. Hoeveel ik daar ook van wil weggeven bijvoorbeeld. Dat soort dingen en hoe je daar bijbels gezien naar kan kijken. Liefde. Dat is wel liefde. God Jezus liefde. Evangelisatie. Hoe gaan we nou met de hedendaagse nieuws en actualiteiten om? Dat zou ik wel heel erg belangrijk vinden. Er komt zoveel op ons af en hoe gaan we dan eigenlijk collectief erin staan? Zonder de les te leren aan elkaar, maar hoe denken wij erover? Hoe voelen we erover? Wat doen we ermee? En ik vind als kerk, wil ik gewoon graag actief zijn. Dus wat doen we ook naar buiten toe?